Mijn vroegere mentor, een neuropatholoog, die ging altijd enorm op mijn vloeken als ik sneed. Want ik mocht niet zo snijden. Ik was namelijk geen slager. Maar ik moest gewoon één mooie snede maken. Dat is niets van blijven. Hebben puzzelaars minder kans op Alzheimer? De Universiteit van Nederland presenteert hersenonderzoeker professor dokter Jeroen Geurts. Dank u wel, daar zijn we weer. Oké, okay. um, we gaan kijken wat er gebeurt als je ziek bent. Als je ziek wordt aan je hersenen. En of wij kunnen begrijpen op basis van de anatomie waarom dat gebeurt. Eerst ga ik met u kijken naar een structuurtje dat ongelooflijk belangrijk is voor het geheugen. We zijn natuurlijk allemaal erg afhankelijk van ons geheugen. We leven in een soort continuum omdat we de hele tijd een frame hebben. Een frame dat gevormd wordt door onze herinneringen. Ik weet nu dat ik ongeveer hier op het podium moet gaan staan omdat ik de herinnering heb dat hier die tafel staat met dat brein. Om even een voorbeeld te noemen. En u weet straks weer hoe u terug naar huis moet. Dat geheugen is erg belangrijk. En dat geheugen, daar is eigenlijk dat hele brein belangrijk voor. Maar één structuurtje in het bijzonder. En dat structuurtje dat heet hippocampus. Af en toe strooi ik met wat Latijnse woorden. Want ik vind dat een goed anatoom Latijn spreekt. Nou, niet hele gesprekken. Maar in ieder geval wel eh, af en toe een woord, een term. Eh, en ik zal steeds vertalen ook wat het betekent. Hippocampus betekent zeepaardje. En zeepaardje... Dat is echt een heel mooi dier. U ziet ze hier. Nou, ik ga even hier staan. U ziet ze hier mooi gepaard met zijn tweetjes. Ik vind het. Het is natuurlijk voor de cuteheidsfactor al ontzettend leuk. Hè? Dit, deze schatjes die, die met die staartjes in elkaar gehaakt zitten. Um, maar het grappige is: wij hebben ook twee hippocampi en die zitten ook met hun staartje in elkaar. Dus het is ook nog eens anatomisch correct. Dit plaatje. Nou, is dat niet mooi? Wij gaan eerst verder met snijden. En dan ga ik er verder wat over vertellen. Ik kan beter aan die kant. Ja. Dus we gaan nu een klein beetje meer naar achter in dat brein, dames en heren. dus We zitten nu al in de parietaal kwap. Ik heb u uh, verteld, parietaal kwap is belangrijk voor bijvoorbeeld de sensibiliteit. Hè. Onze, het feit dat we voelen dat we dat mes vast vastheb hebben, maar ook voor onze uh, oriëntatie in de ruimte. Als je meer naar achter gaat, kom je bij de occipitaalkwab. Daar zie je mee. Dus alle informatie die via je ogen binnenkomt, die wordt een paar keer geschakeld en die komt in je achterhoofd terecht. Dus als je op je achterhoofd valt, kun je blind worden. Hè, dat weet u misschien wel. Nou goed, ik ga een beetje daartussenin zitten, tussen die occipitaalkwap en die parietaalkwap in. En dan ga ik ongeveer hier snijden, denk ik. Nou, het is altijd een beetje schatten met zo'n kousbrein. Uh, ja, hier moet het ongeveer goed zijn. Mijn vroegere mentor, een neuropatholoog, die ging altijd enorm op mijn vloeken als ik sneed, want ik mocht niet zo snijden. Ik was namelijk geen slager, maar ik moest gewoon één mooie snede maken. Er is niets van blijven hangen. Oké, okay. oh, we hebben een prachtig beeld. Ja, ik zou niet willen zeggen een primeur, maar het is wel, het is wel, ja, het is mooi gelukt. Goed. Ja, en nu krijgen we weer dat punt van hoe gaan we dat nou laten zien. Eerst aan deze kant. Aan deze kant kunt u eigenlijk hier misschien wel een, een stukje. U ziet hier een vochtholte. En daaronder zit een heel klein stukje. Ik laat het ook nog even hier zien. Maar dat ziet u dan niet. Um, en daar zit dan een heel klein stukje onder. En er zit ook nog een hele grote kern onder. Dat, is, dat zijn deze twee hier. Ik moet het in het spiegelbeeld bewegen. Dat is ook training voor mijn hersenen hier. Uh, dat is de thalamus. De thalamus is ook heel belangrijk voor, uh, voor het brein. Dat is een soort schakelstation. Die hippocampus, die heb ik misschien nog wel mooier hier gewoon in dat model. Daar zijn die modellen toch altijd heel fijn voor. In dat model en daar heb ik van allerlei dingen uitgesloopt voordat ik kwam. Uh, zodat als ik dit optil, ziet u die hippocampus gewoon lopen. Hippocampus, die begint, vertel ik vast even, hier. En die gaat hier de bocht om en die gaat dan hier weer de diepte in. Ik toon hem even zo. Ziet u dat, gro dat groene ding met dat rood? Kunt u dat zien? Een groen worstje met iets roods erboven. U ziet dit? Oké, okay. hartstikke mooi. Um, dat is dus leuk, hè? want daar ziet u dus waarom het hippocampus heet, waarom dat, dat zeepaartje Je U ziet gewoon dat dat zeepaadje heeft zijn kopje daar liggen in onze temporaal kwap, dus achter onze slaap. En die, die gooit zijn staartje zo naar achteren en weer naar voren. En voor de echt anatomisch geïnteresseerde onder u, je hebt dan, dus, dan, dan gaat hij naar voren en dan schakelt hij in een heel klein kerntje. Dat heet het corpus mammulare, corpora in het, in het, in het in het meervoud. Ziet u, u leert hier echt goed Latijn. Um, en daar schakelt hij. En van daaruit gaat hij naar die talemus die ik net aanwees. Die grote knobbel in het midden. En van daaruit gaat hij weer naar de grijze stof naar buiten. Nou even over die corpora mammillaria. Als u nou heel veel drinkt, gaan die stuk. En dan krijgt u het syndroom van Wernicke korsakoff U heeft daar misschien wel eens van gehoord. Dat zijn mensen die heel veel last hebben van hun geheugen. En daardoor gaan confabuleren. Dus die kunnen niet meer dat frame maken, die continue tijdslijn maken. Dus die verzinnen een tijdslijn. Want anders kunnen ze natuurlijk helemaal niet functioneren. En daar kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen, want iedere nacht confabuleren wij in onze dromen. Onze dromen zijn eigenlijk gewoon ervaringen van de dag. die op de een of andere manier in, via die hippocampus, via dat staartje, via die terugkoppeling naar de thalamus en dan naar de cortex. in die cortex terecht moeten komen. Want daar gaat het uiteindelijk zitten en daar zit het ook veilig. Althans, bij ons allemaal zit het daar veilig. En u heeft die hele buitenste grijze stof nodig om goede herinneringen te hebben. Want er is hier een gebiedje dat uh, slaat het geluid op van deze situatie waar u hierin zit. En hier zit een gebiedje dat slaat, uh, weet ik veel, uh, uw emotie op dat, die u erbij had. En u dacht nog aan uw grootmoeder, dat slaat, wordt er ook bij opgeslagen. En dat gebeurt in al die verschillende grijze stofgebieden. Maar dat gebeurt doordat die hippocampus dat aanzet. Die geeft met zijn staart als het ware een zwiepert en die, die laat dat in die cortex terechtkomen. Mooi systeem hè? Mooi hè? Mooi vak hè? Ja. Ja, iedereen is het ermee eens. Goed. Um, dus, dus dat. En, en op het moment dat, dat je dus je herinnering weer op wil halen, gaat die hippocampus ook weer actief worden. En dan gaat hij als het ware via dat staartje weer die uh, herinneringen uit. Uw grijze stof halen, uit uw buitenste lagen halen. Oké, okay. dus we hebben geleerd. Hippocampus is erg belangrijk voor geheugen. En als in dat hele circuit, want de hippocampus vormt een heel circuit. met corpora mammalaria en thalamus en singularis corps en weet ik het allemaal. Ik wil u allemaal niet vervelen. Um, als er ergens in dat circuit iets stuk gaat. krijgt u last van uw geheugen. Ofwel u, u gaat confabuleren. He, ofwel uh, u bent uw geheugen simpelweg kwijt, of u krijgt dementie. En laten we eens gaan kijken wat dementie nou eigenlijk is en hoe dat geheugen daar mensen parten speelt. Ik heb daar een filmpje van. Oh nee, eerst nog dit. Dit is wel goed om dat even te laten zien wat hier gebeurt. U ziet hier cellen die naar elkaar aan het vuren zijn. En u ziet hier dat er een cel afsterft en dat er hier een soort bal ontstaat. Het zien? En daar ontstaat nog zo'n soort watte, watte zo'n kluwen. En deze cel die trekt ook zijn pootjes in, en die dan blijft een soort van een druppeltje achter. En hier ziet u nog zo'n hele grote kluwen eiwit. En dit hier prachtig naast elkaar in beeld is eigenlijk wat er gebeurt in de ziekte van Alzheimer. Je krijgt twee soorten pathologie, zoals dat heet, twee soorten afwijkingen in de hersenen. Je krijgt deze deze bollen, deze bollen eiwit. Plaks noemen we dat. En je krijgt dit soort zielige neuronen die niet meer functioneren, zenuwcellen die niet meer functioneren, die noemen we tangles, omdat ze namelijk daarin zitten een soort van eiwitkluwen, een tangle. Dus die, die cellen gaan gewoon dood. En we weten echt niet, en dat is heel bizar, maar we weten na al die jaren onderzoek nog steeds niet, of dat nou de oorzaak is, die plak, of die tangle, of dat ze misschien tegelijkertijd beginnen. We weten niet waar we moeten beginnen en we kunnen dat, dat sterven van die zenuwcellen bij de ziekte van Alzheimer, bij de bekendste dementie, hè, kunnen we niet gaan. En dat is heel ernstig. Kijkt u maar eens met mij mee naar dat filmpje dat ik net al wilde laten zien. Ik ga hier staan. So first can you tell me where are we right now? See, as soon as you say that. I, go, I, I get a total blank. Where am I? I have no idea. Oké, okay, where am I? Mijn um, huis in. Um oh god. In welke city? Ik was going to say Long Island, that's where I started from. Hmm. Ja, uh, u ziet hier het begin, beginfases van de ziekte van Alzheimer. En u ziet dat eigenlijk heel mooi. We hebben dat nu net geleerd. Die hippocampus kan die informatie niet meer um, ophalen. Want in en rond die hippocampus begint dat proces van die, van die plaks en die tangles. Dus die hippocampus is niet meer in staat om uit de grijze stof, uit uw cortex, de relevante informatie te halen. Dus er werd deze mevrouw gevraagd, um, waar, waar bent u op dit moment? En ze zegt, as soon as you say, as as you say that, it's a total blank. He, dus ik weet het, ik, pff, geen idee, ik weet het niet. En daarna in dat filmpje wordt haar nog aangeboden, uh, van: bent u daar, bent u daar. En dan kan ze nog wel het juiste kiezen, maar ze kan het niet meer zelf ophalen. Heftig hè? We gaan nu even kijken naar het eindstadium Alzheimer en ik waarschuw u vast, dat is niet prettig om naar te kijken. Uh, mensen raken eigenlijk weer een klein beetje terug in de babyfase. Er uh, blijft niet heel veel meer over dan een babytje dat aan bed gekluisterd is. Het is niet prettig om naar te kijken, maar het is wel de realiteit. Hallo darling, je bent right. yeah, Ja, ik weet niet wat ze daar zegt trouwens. Ik weet niet of u het wel verstaan heeft. Het zal niet veel goed zijn geweest. Ze wordt gewoon even uit haar comfortzone gehaald. Want iemand zegt iets tegen haar of, of komt aan haar teddybeertje of wat dan ook. En, en dit is wat er overblijft. Die hele hersenschors gaat er aan. Al die zenuwcellen gaan stuk. Dat begint bij de hippocampus. En dan krijg je dat, dat, dat geheugenverlies. Maar dan zitten allerlei oude herinneringen zitten safe in die, in die cortex vast. Dus ze weten vaak nog wel... Van vroeger en nog vrij lang weten Alzheimer patiënten nog liedjes van vroeger en zo, van toen ze kinderen waren. Want dat zit daar allemaal goed en veilig beklonken in die, in die hersenschors. Alleen kan het niet meer zo heel goed teruggehaald worden. Maar uiteindelijk weten ze niet meer wie u bent, ook al bent u de zoon of de dochter, weten ze niet meer um, waar ze zijn. Hè? En uh, er blijft er niet heel veel van zo iemand over. En nou ja, nu zult u denken. Hersenziekte, dat is iets voor oude mensen. Dat, dat zien we ook hier. Dat zijn toch mensen op leeftijd. En uh, nou ja, die eerste vrouw, trouwens, niet helemaal niet zo. Maar, um, maar dat is niet zo. Hersenziekten komen bij heel veel mensen voor, ook bij jonge mensen, bij kinderen. En uh, de meest voorkomende ziekte bij, bij jongeren is multiple sclerose. En dat is nou precies MS in het korte. Dat is precies de ziekte waar ik het meeste onderzoek aan doe. En bij de ziekte MS krijg je allerlei ontstekingen in het brein. Ik heb daar een plaatje van, een MRI-plaatje. U ziet hier twee breinen naast elkaar. Dat is als het ware dus een, een, een doorsnede zo door de hersenen uh, van iemand die in een scanner is gaan liggen. Dan ziet u heel veel wit. Dat is vloeistof. Er zit veel vloeistof in het, in het brein. Um, en u ziet aan de, aan de rechterkant ziet u een normaal brein en aan de linkerkant ziet u het brein van iemand met de ziekte multiple sclerose. Dan ziet u het is subtiel, maar u ziet dan buiten die vochtholten ziet u dit soort uh, witte vlekken. En hier ook een witte vlek, en hier een witte vlek, uh, en hier witte vlekken. En daar zitten ze vaak rond die vochtholtes. Dat zijn, dat zijn ontstekingen. Uh, en die ontstekingen maken ook cellen stuk. Alleen niet per se uh, cellichamen en niet in de snelheid waarmee het uh, bij de ziekte van Alzheimer gaat, maar, maar het gaat wel stuk. Die verbindingen gaan stukken en die mensen krijgen last van hun geheugen ook. Meest prominent is dat ze eerst. Problemen krijgen met hun zicht hè? en een, een, een oogzenuwontsteking, dus dan kunnen ze een tijdje wat minder goed zien. Um, en dan krijgen ze bijvoorbeeld last van een been dat het niet meer goed doet en dat trekt dan weer een beetje bij. En dan krijgen ze een tintelende hand en dat, en die tinteling die blijft dan, nou ja, drie maanden aanhouden en dan is die weg in één keer. Dus er komt steeds iets nieuws en al na gelang de tijd vordert, wordt de invaliditeit toch groter. Want dan gaan die klachten niet meer helemaal weg. En uiteindelijk eindigen mensen vaak dan in een rolstoel. Dat varieert enorm. Sommige mensen zijn er ernstiger aan toe dan anderen. En ze hebben dus ook geheugenklachten. En dat is interessant. En dat zeg ik niet alleen omdat mijn, onderzoek, mijn team daar onderzoek aan doet hoor. En nou, eigenlijk wel. Um, ja, het is, ja, je kan er wel om liegen. Maar het is, natuurlijk, het is natuurlijk. Dat is waar ik onderzoek naar doe. En het is ontzettend fascinerend. Uh, geheugenklachten bij MS-patiënten, hoe kan dat nou? Want, want die cellen gaan niet massaal dood, zoals bij de ziekte van Alzheimer, hè, zoals u in dat filmpje heeft gezien. Maar die ontstekingen maken toch een hele hoop stuk, ook in die hippocampus. Hè, onze groep heeft laten zien dat die hippocampus met name ook bij MS-patiënten afwijkend is. En we proberen, dat is wel leuk, we proberen om echt door training die hippocampus weer aan de praat te krijgen. En ook allerlei andere gebiedjes in de hersenen. We proberen door brain training de zaken als het ware uit te stellen. Je kan het niet oplossen ermee, maar je kan het misschien uitstellen. Het zijn jonge mensen. Ze hebben een gezin met jonge kinderen. Ze hebben uh, een carrière. En soms, als ze lichamelijk niet zo heel erg invalide zijn, hè, want ik zei dat, dat dat kan nogal verschillen, dan is het heel vervelend. Want dan zeggen ze het niet op werk, maar ze hebben wel problemen met dat geheugen. Dus ze kunnen allerlei. Coachings en weet ik het allemaal, allerlei trainingen kunnen ze helemaal niet meer volgen. Uh, en met de kinderen krijgen ze ruzie, want, uh, want de tv staat te hard. En dan zeggen die kinderen ook nog iets en het is, het is allemaal zo verwarrend. Dus we willen daar wel iets voor betekenen. En we denken ook dat dat kan. We kunnen door braintraining waarschijnlijk wel iets van die geheugenklachten oplossen. Of althans uitstellen. Bij Alzheimer kan dat niet. Je kan gewoon niet optrainen tegen die snelheid waarmee die cellen doodgaan. Dus dat is mooi. Wie van u denkt overigens... ...om over neuromythes te spreken. Uh, oh ja, nu heb ik hem al weggegeven. Dat is jammer. Dat is heel... Nee, dat is heel dom. Nou ja, goed. Dan toch. Um, wie denkt dat je van Sudokuen intelligenter wordt? Oh, nou meneer, dat vind ik wel echt heel erg eerlijk van u. Nadat ik al had gezegd dat dat niet waar is... ...dat u toch zegt van, nou, dat dacht ik inderdaad. Ja, ja nou, dat vind ik heel dapper. U krijgt een speciaal plekje. Um, Nee, dat wordt je dus niet. Je wordt niet intelligenter van heel vaak Sudoku spelen. En als u allemaal een Kawashima heeft gekocht, zo'n Dr. Kawashima Brain Trainer, dan mag die wat mij betreft zo overboord. Want eh, u wordt er niet slimmer van. Eh, u krijgt er niet minder dementie van. Of sneller of weiniger snel of wat dan ook. U wordt alleen beter in Sudoku. GELUIDEN. En dat kan een doel op zich zijn. Bedoelde, maar maar u wordt dan, ik krijg, het is niet zo dat u geen dementie krijgt. In het volgende blokje wil ik eigenlijk met u gaan kijken, ook weer naar een paar ziektes, maar ziektes van de beweging. Eigenlijk zou de vraag misschien wel kunnen zijn voor het volgende college, hoe brengen die hersenen ons nou eigenlijk in beweging?